Ik heb een foto bij van waar ik het over ga hebben. Die geef ik gewoon even aan jou en dan, of aan u, en dan geef het maar even zo door. Dan kan iedereen even kijken. Dan weten we. Ik mocht geen dia's laten zien of zo, of geen PowerPoint. Dus dat was een beetje. Voor een architect is dat heel moeilijk hoor. Dus, ja, inderdaad, Pierre Maas, ik ben architect, partner bij Rothuis Architect. Ja, what's in the name? Er zijn ook hele goede chirurgen, die heten De Slachter, dus dat maakt het uit. En ik zelf ben gewoon architect, maar wat wij wel doen is heel veel restauratie op het gebied van, met name ook hergebruik van rijksmonumenten. We zijn op dit moment architect van de Eusebiuskerk in Arnhem, misschien jullie wel bekend, Huis Doorn, hè, waar vroeger nog de keizer heeft gewoond na de Eerste Wereldoorlog. De vestiging van Naarden is een project van ons. En net sinds kort ook de Domtoren in Utrecht gaan we ook restaureren. Wat ik zelf erg leuk vind is, samen met mijn collega's die heel veel van al die oude spullen afweten, om zeg maar heel goed na te denken over hergebruik van rijksmonumenten, van monumentale gebouwen. Omdat ik vind dat een van de onderdelen van de waarde van de rijksmonumenten is ook nadenken over hoe je het ook in deze tijd kan gebruiken. Er zijn een paar iconische gebouwen in Nederland, hè. Je zou zeggen de kanon, daar komt niemand, niemand zal zich daar überhaupt bij afvragen, gaan we dat nou wel of niet handhaven. Ik pak maar even het paleis op de Dam of noem eens wat, ook de Grote Kerk in Breda natuurlijk. Nou, dat zijn gebouwen waar je eigenlijk al vanzelf, wij als samenleving ervan uitgaan dat we daar niks aan zullen doen, dat we die gewoon zullen onderhouden, restaureren. En ook gebruiker, maar er zijn ook heel veel rijksmonumenten waarvan je de vraag kunt stellen van ja, wat moeten we daar samenleving mee en kun je daar wel iets mee? En ik heb zelf, en dat vind ik wel heel interessant om op dat snijvlak van het nadenken erover na te denken. Hè, bijvoorbeeld, ik ga zo over die lunet vertellen over 2 minuten. De tijd is wel, die hou jij in de gaten, hè? Ja, oké. Okay. De Eusebiuskerk is, dat weten jullie in Arnhem, hè? Dat was een heel oude middeleeuwse kerk. Die is plat gebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog. Misschien dat jullie die foto's wel gezien hebben, er staat nog een heel klein stuk overeind. Die is naar de rand, is die kerk opnieuw gereconstrueerd. Alleen de toren, dat is op basis van een ontwerp uit de jaren 50, was een prijsvraag, is er een nieuwe toren gebouwd. En de Duitsers, die moesten toen in het kader van herstelbetalingen een nieuwe natuurstenen gevel leveren voor de kerk. Die is dus toen in de jaren 50, misschien wel 60, daartegen aangeplakt. Duitse herstelbetalingen, en die dondert nu eraf, die gevel. Dus dat is, daar komen gewoon stukken steen naar beneden. Dit is gewoon slechte steen. Is slecht bevestigd. En om dat helemaal opnieuw te reconstrueren en te herstellen kost ongeveer 35 miljoen euro. Nou, hebben we dat als samenleving ervoor over? Ja, vind ik een legitieme vraag als je dat zo afpelt. Nou, uiteindelijk antwoord is ja, want we zijn bezig. Maar dat is wel een best wel interessante vraag. In 1836 verklaarde België zich onafhankelijk van Breda volgens mij, maar misschien dat Laurens dat wel veel beter weet. Dat moet je maar even herstellen. En toen, onze toenmalige koning Willem I geen goed idee. Heeft toen een veldtocht georganiseerd richting Antwerpen, weet misschien nog wel. Beroemde frase, dan maar de lucht in, die komt ook nog daar vandaan. En het is niet gelukt om België op de knieën te dwingen, want vervolgens was België een bedreiging voor de stad Breda. En toen zijn er dus aan de vesting van de stad Breda, zijn er in die tijd, en uiteindelijk is dat in het begin jaren 40 van de 19e eeuw, dat dus gerealiseerd. Als 1844 of zo, zijn er 2 lunetten aan de vesting vastgebouwd. Lunet A en lunet B. Nou, meer prozaïsche naam was er niet. En de lunet is een soort van wiebervormig eiland. Je ziet ze daar ook nog allemaal op al die etsen van vroeger ook. Dat zijn echt bekende vormen van verdedigingswerk. En daarop lag dan een gebouwtje. En dat gebouw, daar zaten dus kazen matten in. Daar kon je geschut in rijden of mortieren. En als dan de Belgen kwamen, dan kon je vanuit zo'n geschut, want die oorlogsvoering was simpel in die tijd. Als de Belgen kwamen, kwamen ze van Antwerpen. Antwerpen ligt daar, dus we richten daar ons geschut op. Dat was gewoon zo. En die Redouis, dat gebouw waar die kazen matten in zaten, dus die gewelven, die zie je ook op de foto, hè. Dat soort gebouw heette een Redouis, een beetje van terugtrekken. Dat was een groot bakstenen moloch, eigenlijk gewoon helemaal gemetseld. En daar lag een grondlichaam op, dat is een dik pakket van aarde. Als er dan een Belgische kogel opviel, dan plofte die in de aarde. En dan was je dus, als je soldaat in die kazen mat, was je veilig. Lunet A is afgebroken naar de hand, want de vestingwerken van Breda zijn geloof ik 25 jaar later al ontmanteld. De Belgen hebben ons nooit aangevallen,
En kort daarna is de brisantgranaat uitgevonden, ik weet niet of je dat weet, maar dat is een kogel die ontploft. Dus op dat moment was heel de reduïek volstrekt waardeloos. Als er een brisantgranaat opviel, dan lag het ding in 1000 stukken. Dus kortom, een complete desinvestering. Dus lunet A is toen al vrij snel afgebroken, is toen een school opgebouwd, in Haagdijk, in de buurt van Haagdijk. En lunet B, die staat er nog steeds. Dat zie je op de foto. Zelfs de straten die er omheen liggen, dat die, als je maar zo'n kaart van Breda kijkt, dan zie je nog dat die wiebevormige structuur van die lunet. Dus de Hoornwerkstraat, die loopt uit in een punt naar de Slingerweg en dan ga je zo weer naar beneden. Langs de Slingerweg en dan kom je bij, op het moment bij het Triple O campus uit. Nou, dat was eigenlijk die reduit. Dat was dus de vorm van de reduit. Nou, daar lag dus die, van die lunet, daar lag dus dat gebouw op. Werd meteen daarna gebruikt als opslagplaats voor afval, huisafval. Het is jarenlang als stortplaats gebruikt. Men heeft daar in het gebouw zelf, in die kazematten, heeft men ook nog zout bewaard voor het strooien van de wegen. Kortom, de gemeente Breda was eigenaar, had totaal geen idee van de waarde van dat gebouw. Interesseerde ze ook helemaal niet in die tijd. Het was totaal, ja, het was gewoon lachter en de gebruikte daar gewoon voor huisafval. Het duurde een hele tijd door, tot ergens in de jaren 80 men vond van ja, het is eigenlijk het enige restant van de vesting, tastbaar, uit die tijd, met de heel iconisch, die er nog is. Dus dat moeten we maar als rijksmonument gaan benoemen. Nou, procedure wordt in gang gezet. En ergens in de jaren 80 van de vorige eeuw is het gebouw tot rijksmonument benoemd. Nou, en toen? Ja, dan heb je dat. Hè? Een steenklomp waar je niks mee kan. Volstrekt aangetast door zout en door regen en door wind. Bij elke vorstperiode donderde er weer een heleboel stenen af. Het werd een soort het gebouw verkruimde helemaal. En er zat ook geen dak op. Op een gegeven moment is het wel provisorisch gedaan, omdat men toch wel zoiets had van ja, als we nou geen dak op doen, dan gaat het helemaal naar de Gollemiezen. Maar het werd kortom zoiets van ja, we weten niet wat we ermee moeten doen, maar het is wel een rijksmonument. Met andere woorden, we willen wel dat wij als samenleving dat gaan bewaren voor de toekomst. Dus er is toen heel hard, lang en hard nagedacht. En op een gegeven moment is de gemeente en toenmalige ook Stadsherstel Breda, is toen bij ons gekomen. Stadsherstel Breda ken je waarschijnlijk wel als een club in Breda die zich bezighoudt met het exploiteren, het aankopen en exploiteren van rijksmonumenten. En die zei van, wat moeten we ermee? Nou, allerlei ideeën. Ik zal ze allemaal niet herhalen, maar met kunstenaars, met een museum, noem maar op. Maar het grote probleem was, het gebouw was super vochtig. Dus als je daar maar iets in bewaarde, een tekening of wat dan ook, dan werd dat helemaal bobbelig. Uiteindelijk hebben we dus, na lang overleggen, hebben we een restauratieconcept gekozen. Dat we zeiden, weet je wat, we doen er gewoon een grote glazen doos overheen. En dan beschermen we het monument tegen regen, wind. En dan blijft het dus behouden voor de toekomst. En dan kun je vervolgens kiezen, want er waren hele goede tekeningen van, ga je terug reconstrueren naar toen? Of laat je het als ruïne, als thans destijds zien? En dan heb je in feite een soort concept, hè, van een soort vitrinekast op stedelijk niveau met een steentje erin, wat je aan de omgeving laat zien van kijk, zo was het vroeger. Dus die lunet is toen gerestaureerd. Dat wil zeggen, dus heel de ruïne is geconsolideerd. Hè, dus allemaal mortel ingespoten om het helemaal bij elkaar te houden. Want daarvoor, als je erin stond, dan had je kans dat je een steen op je kop kreeg. Dus het was echt best wel link. En daar hebben we grote glazen dozen overheen gebouwd. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een belachelijk gebaar voor zo'n onbelangrijk monument. Ik bedoel, wat moet je ermee? Dan ga je echt een paar miljoen euro stoppen in een grote doos over zo'n steenklomp. En niemand wil dat ook betalen. Ik pak even een heel kort zijpaadje. De Heilige Hartkerk in de Baronielaan is natuurlijk het meest bezopen voorbeeld van wat van rijksmonument en politiek. Hè. Dat is de toren en het eerste gedeelte van het schip is gerestaureerd. Daarachter is het gaat waarschijnlijk wel nu veranderen, maar het is één grote griebus. Want wij als samenleving, het is een heel, dat weet u misschien wel in Breda, het is een heel politiek spel geweest. De Baronielaan had dus een heel belangrijke kerk in de straat. Dus dat is allemaal rijksmonument toe geworden. En toenmalig eigenaar dacht van nou, dat is wel lastig, want ik wou hem eigenlijk afbreken, maar dat mag niet meer. Dus toen is er een poging gewaagd om wat te restaureren, heel voorzichtig. En nu zijn er wel plannen om er wat meer mee te doen. Ik heb toen wel eens geroepen in een boze bui van laat dan die bewoners van de Barolinaan een tophypotheek nemen op hun huis. En dan kunnen ze met z'n allen de restauratie betalen. Want wij als samenleving hebben het er niet voor over, want dat zie je wel, het resultaat. Want alleen het eerste deel is gerestaureerd en de rest is nog steeds niet gerestaureerd. Wij als samenleving hebben blijkbaar dat er niet voor over. Dus hetzelfde was met de lunet aan de hand. En toen heb ik gezegd, weet je wat, dan maken we daar een kantoor van. Dus dan is die grote glazen doos eroverheen. Dat worden dan kantoorruimtes. Dat brengt dan huur op. En met die huur kun je dan vervolgens die grote glazen doos betalen. En dan heb je in feite een toekomst gevonden voor een rijksmonument
met een economische drager en blijft het dus bewaard voor ons allemaal. En dan moet je ervoor zorgen dat iedereen erin kan als je dat wil. Maar toen kwam de Rijksdienst. Cultureel erfgoed. En die zeiden, ja, maar dat kan niet. Hoeveel tijd heb ik nog? Want anders... ja, nog 5 minuten. Oké. Okay. Dus toen kwam de Rijksdienst voor cultureel erfgoed. En ze zeiden van, ja, maar dat kan niet, want het is een steenklomp in een, op een lunet. En dat moet je stedenbouwkundig nog kunnen herkennen. En zo'n grote glazen doos eroverheen, dan komt hij helemaal los te staan van de stad. En allerlei van dat soort vakargumenten. En doet er maar gewoon een laag bitumen overheen. En restaureer het maar gewoon en dan is het enzovoorts. Nou, en toen zeiden een aantal mensen ook binnen de gemeente van ja, maar dat gaan we dus niet doen. Want ook maatschappelijk was het dus echt wel een probleem. Hè. Je weet misschien al een tijd nog steeds hoor, in de Slingerweg met al de junks. En er zaten allerlei mensen in die er niet in moesten en zo. Nou, dat soort gedoe. Dus het is uiteindelijk toch doorgezet. En want ja, de foto toont aan. En misschien dat u al eens bent geweest in de Lunet, hè, in de afgelopen 10 jaar. Hij staat er al 11 jaar nu zo gerestaureerd. Dus het is wel zo gebeurd, maar wel. En toen kwam het grote probleem. Het moest wel zo zorgvuldig gebeuren dat iedereen daar achter ging staan. Dus niet alleen de gemeente en de monumentencommissie van de gemeente, ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, opdrachtgever, wij als huurder, want wij zaten als architect wel als huurder in. Het was een heel ingewikkeld samenspel om het monument en de nieuwbouw van de glazen doos zodanig op elkaar af te stemmen dat dat gewoon klopte. Dus we hebben echt het gebouw zodanig ontworpen, wij als architectenbureau, dat elk detail klopte. Dus het is heel precies gedetailleerd. We hebben heel goed nagedacht over hoe het monument in de grote betonnen vloer staat van het kantoor. Helemaal los met al die details. We hebben weken gebeld voor het scharniertje wat dan weer precies paste in het schietgat van zo'n kazemat. Want als dat scharniertje ertussen uitstak, dan zag je het weer. En zo. Nou, er zijn duizenden voorbeelden daarvan. Hoe wij dus heel zorgvuldig die nieuwbouw en die oudbouw op elkaar afgestemd hebben. Met als resultaat dat uiteindelijk iedereen super tevreden was. De Rijksdienst is langs geweest nog een keer. En die zei echt huidelijk, en ik weet niet of je de mensen van de Rijksdienst kent. Maar die zei, als ze eenmaal gezegd hebben, het is A, dan zullen ze ook nooit meer zeggen dat het B is. Maar toen zei ze echt van, ja, we hebben toen eigenlijk geen gelijk gehad met ons advies. En wij zijn wel eigenlijk heel enthousiast over het resultaat. Het gebouw is ook in het jaarboek voor de architectuur gekomen. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is voor architecten is dat een beetje de Michelin-gids. Dus als je dan daarin staat, dan heb je een soort van dan heb je iets moois gemaakt. En na 10 jaar, dus het was klaar. We hebben het gebouw 10 jaar met heel, of 11 jaar met heel veel plezier hebben we er ook zelf in gewerkt. Sinds kort zijn wij als architectenbureau zijn we eruit. En dat is nu wat op dit moment mijn grote puzzel is en waar je ook een beetje op stoelde is van, er zit nu een nieuwe huurder in en die nieuwe huurder die heeft eigenlijk het gebouw aan laten passen op allerlei onderdelen. Dus al die zorgvuldige details hè, die je dus die echt in een hele belangrijke discussie 10 jaar geleden, iedereen vond dat heel belangrijk toen. Maar nou, wat blijkt nou, als je dus in Nederland een rijksmonument hebt, dan is eigenlijk alleen maar het rijksmonument zelf, dus je steenklomp, die is beschermd. Maar de samenhang met de nieuwbouw, die je dus als architect maakt, om dat rijksmonument ook echt weer duurzaam te laten kunnen voortzetten, met al die details en die keuzes die gemaakt zijn, die zijn dus niet beschermd. Dus dat betekent eigenlijk dat je ja, ik zal één voorbeeld geven, maar er zijn er een paar hoor. Dat je, ja, nee, maar het is ook prima, want ik ben ook... ik wou het ook een beetje een positief verhaal houden, dus ik ben dat laatste veel doen, maar die steenklomp staat dus in een goot, hè, die is helemaal losgehouden. En dan zie je ook nog een stuk van de fundering. En dan zie je als het ware dat het monument los staat in die betonvloer. En dat is heel belangrijk, want dan is het echt een soort van... Ja, is er helemaal nog als monument herkenbaar. En men is nu dus die goot aan het dichtleggen, hè, met allerlei plankjes en zo. Dat is één voorbeeld. En dan denk ik van ja, en dat is nu op dit moment mijn puzzel een beetje. Van, en ik ben erover nadenken om daar iets over te schrijven. Van ja, moet iemand die, dus zal ze stel als eigenaar van het gebouw, daar moet ook de kennis zijn, denk ik, om dat dus gewoon goed te kunnen bewaken. Is niet gebeurd, daar heb ik wel een reden voor. En hoe ga je dan als architect die bezig is met restauratie, hoe ga je daarmee om? En dat is op dit moment waar ik in sta. En dat weet ik dus nog niet. Maar dit is in ieder geval het verhaal over Lunet B, vanaf de Belgen tot nu. De Belgen hebben dus nooit ons aangevallen. Maar ze hebben wel het glas mogen leveren in het gebouw en ze hebben alsnog een gelijk gehaald. Dankjewel voor de aandacht. Okay.